Hoe voeg ik een nieuw product toe aan de eetmeter App? Klik op de menubalk en vervolgens op Instellingen Dagboek en daarna op Eigen Producten. Klik daarna op het plusteken. U kunt nu kiezen het product te scannen of met de hand in te voeren. Houd de streepjescode voor de camera tot de telefoon de code herkent. Wilt u het product met de hand invoeren? Klik dan op Met de hand invoeren. Klik op de productgroep waar het product bij hoort. Typ de naam van het product in. Typ in hoeveel energie, vet, verzadigd vet, koolhydraten, vezels, eiwit, zout er in 100 gram van het product zit. Deze getallen kunt u vinden op het etiket van het product. Klik vervolgens op Gereed. Het product is nu toegevoegd. Als u nog een product wilt toevoegen, klikt dan op het plusteken. Wilt u verder met het invullen van uw eetdagboek? Klik dan op de menubalk en vervolgens op Mijn eetdagboek. Wilt u het zelf toegevoegde product in uw eetdagboek invullen? Typ dan de naam in de zoekbalk. Het product verschijnt vanzelf, waarna u hierop kunt klikken. Vul vervolgens het aantal grammen in en klik op Volgend product of op Gereed.